In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van zijn. Deze video gaat over wekelijkse of maandelijkse herhaling. Want waarom is het belangrijk om regelmatig te herhalen? Regelmatige herhaling is belangrijk om concepten en ideeën in je hoofd met elkaar te verbinden. Wanneer kennis over een bepaald onderwerp verbonden is aan eerder opgedane kennis in een goed netwerk, is het makkelijker om nieuwe informatie op te nemen en te koppelen aan eerder geleerde kennis. Hoe vaker de kennis wordt herhaald, hoe beter de onderlinge koppelingen worden gemaakt met andere informatie. Een van de doelen van het onderwijs is om een kennisbasis aan te leggen. Door veel herhaling kan dat ontstaan. En hebben studenten de kennis in hun langetermijngeheugen opgeslagen? Wat levert het jou op als docent? Een kenmerk van experts op een gebied is dat zij kennis in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen. Dat zij hun werkgeheugen vrij hebben om nieuwe informatie tot zich te nemen, dat ze daarop kunnen reflecteren en dat ze ruimte hebben om probleemoplossend na te denken. Het vormen van netwerken in je hoofd met kennis die onderling verbonden is, maakt dat je die ruimte in je hoofd hebt. Hoe kun je wekelijkse of maandelijkse herhaling dan aanbieden in de klas? Dit kun je op een hele laagdrempelige manier doen door gewoon simpelweg heel veel vragen te stellen. Je kunt dit ook doen door bijvoorbeeld Kahoot of Mentimeter te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om de werkvorm Studentenquiz te gebruiken. Bij deze werkvorm laat je studenten zelf de vragen bedenken die vervolgens terugkomen in de quiz. Je kunt ook voor een van de andere werkvormen kiezen, zoals Wereldcafé of Vakkennis. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar nbomediawijs.nl slash werkvormen toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.